De zomer van Marie Verhulst ziet er door de coronamaatregelen net iets anders uit dan normaal. Marie, wat zijn jouw plannen precies? Het is zo dat wij normaal gezien een hele drukke zomer hadden, heel veel optredens. Maar corona heeft daar een beetje roet in het eten gegooid. We merken wel dat organisatoren naar oplossingen aan het zoeken zijn, hoe dat ze toch mensen kunnen entertainen, want dat lijkt mij nog altijd wel een hele belangrijke. Wij willen mensen gewoon vrolijk en blij maken. Dus we zijn aan het kijken voor eventueel wat minder volk, maar het is vooral nog allemaal heel vaag, maar ik hoop dat we nog gaan kunnen optreden deze zomer. Oké, hopelijk dus optreden deze zomer, maar staat er ook vakantie op de planning? Aha, voorlopig doe ik even nog niet aan vakantie. Hoe heb jij de afgelopen maanden eigenlijk overleefd? Heb jij moeilijke momenten gekend en wie heb jij het meeste gemist tijdens de lockdown? Ja, ik zat in lockdown met mijn familie. Dat was eigenlijk heel gezellig op zich. We hebben er echt het beste van proberen maken, van een uiteraard niet zo leuke periode. Ik heb vooral veel geoefend. Dat was eigenlijk de perfecte tijd om even rustig alle liedjes door te nemen, te bekijken wat we exact voor de reeks kunnen gaan doen. En ik heb uiteraard mijn vrienden gemist, maar ik denk dat dat voor iedereen wel zo zal zijn.